vind het altijd een beetje spannend om weer in een nieuwe zaal te staan. Maar ik sta wel op een hele mooie plek. We zijn in de Sieraad. Sieraad, ik zeg het al verkeerd, hè? Onderwijs. De plek van onderwijs. Een vrij historische plek. En onderwijs zou eigenlijk altijd de gelijkmaker moeten zijn. De plek waar je het niet uitmaakt waar je vandaan komt en dat dat de grote kanshebber is om alles van je leven te maken, ongeacht waar je geboren bent en waar dat ook is. Of dat nou in Amsterdam is of in Castricum. Of dat nou op een hele fijne plek is of helaas een wat mindere plek. Maar die vanzelfsprekendheid dat onderwijs de grote gelijkmaker is, is tegenwoordig helaas niet meer zo. En daarom heeft Tim Sjongens het ook heel vaak over hoopvolle, die eigenlijk alles voor elkaar kunnen krijgen waar ze van dromen, en hooploze, omdat ze eigenlijk voortdurend moeten vechten voor alles en dat eigenlijk net alles net niet lukt. En dat accepteren wij niet en daarom werken wij samen, omdat wij juist wel geloven dat iedereen hoop kan putten uit zijn of haar toekomst. Dat we hoopvolle dromen hebben voor onze toekomst, zowel sociale als groene dromen. En dat het ook heel hard nodig is. Want hoe mooi zou het zijn, juist in tijden dat het bedrijven economisch zo goed gaat. Dat de pindakaasfabrieken floreren. Dat ook alle mensen thuis een broodje pindakaas kunnen smeren. Hoe mooi zou het zijn dat als aandeelhouders veel kunnen binnenharken. Dat mensen ook vol vertrouwen hun tuintje aan kunnen harken omdat het goed gaat thuis. Dat is een droom die kun je met elkaar realiseren als je kiest voor gelijke kansen, als je kiest voor eerlijk delen. En hoe mooi is het als we samen het verschil kunnen maken hier in Amsterdam, in Noord-Holland, dat we zeggen, ja, wij kiezen wel voor bouwen, betaalbaar wonen, sociale huur, voldoende voor iedereen. En die term sociale huur is eigenlijk idioot, want wonen is gewoon een basisrecht voor iedereen. En dat betekent dus echt flink bouwen. Dat betekent speculatie van grondeigenaren tegengaan. Dat betekent dat je gewoon weer ook als jongere, als ik een vinger zou opsteken hier onder de jongeren die hier een vast wooncontract heeft, een huurcontract, denk ik dat het er weinig zullen zijn. Of laat ik het anders formuleren, wie heeft er geen vast huurcontract hier? Kan ik me bijna niets meer bij voorstellen, want ik heb al een lange wooncarrière achter de rug. Maar je ziet hier ongeveer iedereen die hier onder de 30 is, heeft dus geen vasthuurrecht. Hoe ongelukkig maakt dat je leven? Want je weet nooit precies, moet ik volgende week al mijn busje volrijden om weer mijn spullen te verhuizen? Je weet niet of je een echt goed bestaan kan opbouwen. Laat staan dat je aan kinderen kunt beginnen. En zo zijn er heel veel mensen, ook hier in de zaal denk ik, die nog een kind thuis hebben wonen. Of een broer of een zus die niet weg kan, gevangen zit. En dat kunnen wij met elkaar veranderen en daar geloof ik in. En daar gaan ook deze verkiezingen over. Ja, het zijn provinciale thema's. Het gaat om die groene toekomst. Het gaat om een energietransitie die iedereen mee moet maken door voldoende zonnepanelen te bouwen. Door te verduurzamen. Maar het gaat er ook over straks bij de Eerste Kamerverkiezingen. Omdat wij daar met elkaar bepalen waar kiezen we voor. Waar hopen we op? Waar geloven we in? En wat willen we niet? Maar dat betekent wel dat mensen ook een eerlijke keuze moeten kunnen maken. Jesse zei het al. Wij zijn heel duidelijk over wat we willen. Waar we in willen investeren. We zijn ook heel eerlijk over waar we die rekening, want alles kost geld in het leven, neerleggen. De aandeelhouders versus de arbeiders. En dat mag ook, want het gaat goed met heel veel mensen. Daar kiezen wij voor. En daarom daag ik nogmaals de VVD uit. Wees ook eerlijk over welke keuzes jij maakt. We kennen hun lijstje van bezuinigingen. We zijn inmiddels anderhalf week verder. We wachten nog steeds op hun lijstje. En dat accepteren we niet. Het gaat namelijk straks 15 maart ergens over. Kiezen we voor links, sociaal en groen? Of kiezen we voor guur en hard rechts? Dat zijn de keuzes die voorliggen. Daar moet je eerlijk over zijn en wij weten het wel. En daarom met jullie, met Jeroen, met Anouk, met Jesse, zeg het tegen je buren, zeg het tegen je vrienden. Er staat iets heel bijzonders te gebeuren. Een pareltje van een verkiezing komt eraan om in Sieraden te spreken. Ga stemmen 15 maart, roep iedereen om, zodat we echt die koers kunnen verleggen naar een sociaal en groen Nederland. Gewoon
omdat iedereen dat wil en omdat het kan. Dank jullie wel.